Jij? Ja. Helemaal vol met... En daarna gaan we taart... Nee, het is straks even een moeilijk momentje. We een winnaar hebben getrokken. En dan is dit het design. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Nou, we zijn weer onderweg. Ik ben weer opgekrabbeld. Daar ben ik heel blij mee. En we zijn onderweg naar Tilburg. Want schoonpapa is jarig. En stiefschoonpapa moet ik eigenlijk zeggen. Nee. Of is gewoon schoonpapa ook. Dus, ja, ik zat vroeger ook altijd van je stiefvader. Ja, maar voor de kijkers is het dan een beetje zo van, ja, maar wie is die ja, nou? Ja, is het over? Dus, het is opa van Jesse. Ja, opa Jesse, opa Rolf, die is jarig en dus we zijn even lekker naar Tilburg en we gaan gezellig naar Monkey Town. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik ben heel benieuwd, het schijnt heel leuk te zijn. Volgens mij is het pas een make-up of zo. Ja, maar Monkey Town überhaupt, benieuwd naar. Nou, we zijn ook heel blij, want Jesse Silver die past zijn Siciliaanse Palermo voetbal. Joggingspak is het eigenlijk. Ja, het trainingspak van de Palermo. En het is maar goed dat Sergio hem gepast heeft. Ja, voordat het ineens te laat was, want we hebben hem al best wel lang. Precies. Gekregen van Laura. Ja. En papa. Uit Italië. Zo. Zo, hè? Ja. En, maar hij is eigenlijk pas vanaf 3 jaar of zo. Ja. Ja. Hij past hem al. En hij past hem al. Dus, maar ja, hij is nooit een kleine jongen geweest. Mama niet zo, liefie. Voetjes. Oh, we moeten zo doen, jongens. Doe het allemaal even. Even met de voetjes. Ik wil even. Wil jij zelf filmen? Ja. Oh. Oké, okay, nou jongens. We zijn er! Dat was echt met een bang, hè? Hé, hey, hoortjes. Oh. Ik ga je niet denken, hè? Ja, dat moet je wel doen, hè? Nou, heel af en toe. Heel af en toe. Heel af en toe, René. Nou, hij heeft al wat zin. Niet geniet van. Hey. Hi. Ben je weer lekker schoon? Ruik je altijd lekker fris? Ik hou ervan, ik heb een lekkere geurtjes. Het is het einde van de dag, we hebben lekker gespeeld, gedanst, gegeten, gelachen en nu is het tijd om te slapen. Ja. Wel rusten. Rusten. Wat heb jij mooie krullen? Kom maar, papa. Ja, hè? Ja. Helemaal vol met krullen. Alles eraf. papa? Ja, maar papa gaat het er ook binnenkort af. Hij zou het zo willen. Nou, wil hij niet, maar... Moet ik alles doen? Is het beter? Ja, het is wel weg. Maar is het nou weg, weg? Nee. Ja, je ziet... Nee, je ziet wel... Nee, dat niet, want ik heb geen, niet met een mesje, maar... Nee. Je ziet dan alleen een stoppeltje. Maar die is nu wel minder donker. Ja. Maar doe maar de donkere plekjes gewoon. Zo, nou. We hebben nu helemaal
alles toch maar even geschoren. Zodat ik niet ineens van al die plekjes heb en zo. Toppie. Ik ga nog even verder met make-up hoor, schrik niet. En ik heb hele mooie bloemen weer gekregen. Van familie van mama's kant. De Muldertjes. Echt heel mooi. En super lief. Het ziet er wel mooi egaal uit. Het is niet meer zo zacht nu, poepie. Maar ja. Ach ja. Als je van binnen maar zacht blijft. Hè? Altijd. Karakter. Karakter. Een hele goede morgen. Het is vandaag 2 augustus alweer. En dit is... Dit keer gaan we op de maandag bloed prikken, want het kwam beter uit in het ziekenhuis. Want we hebben altijd een uur daarna een gesprek met de internist. En dit is het bloed prikken om te kijken of ik mijn laatste zware chemo in mag. En daarna gaan we taart... Oh. We zouden taart eten, poepie. Ja. Jij kan gewoon taart eten, toch? Sergio die heeft natuurlijk nog steeds last van zijn stem en hij wil een beetje uitsluiten, proberen uit te sluiten van waar heeft hij nou ook last van met het eten. Dus hij heeft besloten om eerst even alles helemaal af te sluiten. Dus eigenlijk vegan te gaan, worteltjes en komkommer. En dan langzaam op te bouwen en kijken of dat effect heeft op zijn stem. Dus ja. We beginnen met sla, wortel, komkommer en tomaten. Ja. Dus ja. En gisteren hebben we een leuke dag gehad. Alleen weinig gevlogd. Mijn vriendin Ellen en Finn die kwamen langs met kleine Charlie. Eigenlijk hebben we jullie adviezen opgevolgd. Dus we schrijven allemaal van neem de tijd en doe ook even rustig. Soms ook eventjes. Dat heb ik gedaan. Ja, we hebben gewoon even genoten van het moment. Kinderen lekker spelen. We hebben hun ons nieuwe huis laten zien. Daar liggen nu 2 lagen op. Dus dat gaat hard, maar het is natuurlijk nu bouwvak. Vakantie! Dus ja, we hopen dat... want eind augustus gaan we weer verder, toch? Ja, vakantie hè. We hebben ook vakantie, schatje. Ja. Alleen... Ja, dit keer gaat Jesse Silver gezellig mee naar het ziekenhuis. Ja. Moet kunnen. Maak er gewoon wat leuks van. Sowieso. Papa, vakantie. Vakantie. Papa, vakantie. Vakantie. Ja. Ja. Zo, we zijn terug van het ziekenhuis. De bloedwaardes zijn gecheckt en ik kan jullie vertellen. Ik mag door voor de allerlaatste zware chemo. Woe! Ja, ik schreeuw even niet heel hard, want ik sta in de tuin en dan... Ach, maar ik ben heel blij, want dat betekent dat fase 1 bijna voorbij is. En ja, daar ben ik echt heel blij mee. En dan gaan we door naar de 12-wekelijkse. En tussentijds krijg ik ook nog een MRI. En dan gaan we echt pas zien of het iets gedaan heeft. Ik heb nu wel iets meer duidelijkheid over, over de chemo en wat we eventueel kunnen verwachten. Dat het dus inderdaad met hormonale tumoren niet altijd is zoals het soms bij andere soorten tumoren zijn. Dat die als sneeuw voor de zon verdwijnen door de chemo. Maar ze kunnen wel degelijk wat slinken, maar het hoeft niet. Het is dus ook echt bedoeld om het groeien te stoppen, om uitzaaiingen te voorkomen en eventueel slapende cellen te stoppen. Dat is wel lekker dus, duidelijk, hè? Het kan regenen of de zon kan schijnen. Ja, precies. Maar in ieder geval dat we dus ook niet geschokt moeten zijn als het niet nee, als er dus niks heeft gedaan. Geslonken is of zo. Dus zo. Dit is mijn goede kant. Ja, maar dit, ik heb hem in mijn linkerhand, dus dat is beter. Wat wou ik daar nog meer van zeggen? Ja, dus de MRI gaat meer uitwijzing geven. Maar we gaan sowieso door met die 12-wekelijkse. Ja. Super trots op jou. Hm. Nee, het was straks even een moeilijk momentje. Ja, ik weet niet wat het was. Maar nou, het was gewoon omdat ineens... gewoon
een andere oncoloog die op een andere manier tegen je spreekt, waar je nog geen band mee hebt, en die zegt dan ineens, Kreuger die had gezegd van, als het allemaal achter de rug is, dan ben je gewoon weer als voor de kanker, qua lichaam, zeg maar. Ze had eigenlijk gezegd, als je zeg maar bijvoorbeeld die 10 jaar antihormoonpillen dus helemaal aan het einde ook nog volmaakt, dan heb je daarna eigenlijk net zoveel kans als een ander iemand om borstkanker te krijgen. En deze arts die vond eigenlijk dat niet echt zo beloofd had, gezegd had moeten worden. Zij is daar wat voorzichtiger. Zij zou dat nooit zeggen, zei ze. En dan denk ik, ja, dat is absoluut niet leuk om te horen. Alleen, de percentages zijn allemaal zo onzeker. Iemand die nog nooit kanker heeft gehad, kan het ook krijgen. En daar zit een percentage aan vast. En jij, straks na 10 jaar, heb je hele traject doorlopen. En daar zit weer een percentage aan vast. Dus daar valt gewoon heel weinig van te zeggen. En wat het verschil dan weer in die percentages is, is ook niet te zeggen. Dus we gaan er gewoon vanuit, als je het hele traject doorlopen hebt, dat je gewoon kankervrij bent. En dat je gewoon nagenoeg net zoveel kans hebt als iemand anders om weer kanker te krijgen. Ja. Mits alle genetische uitslagen natuurlijk zo goed mogelijk zijn. Ja, want daar wachten we ook nog op natuurlijk. Dus dat is ook even spannend. Ja. Dus dat is ook even spannend. Maar ik weet niet. Je hoopt toch altijd, je hebt toch altijd een beetje zo van, ik wil me ergens aan vasthouden en zo. Ja. Maar goed, mijn moeder zei ook weer iets moois vandaag. Ze zegt, kijk, als jij 10 jaar die antihormoonpillen hebt geslikt, dan zijn we ook dus weer 10 jaar verder. En dat betekent ook weer 10 jaar extra wetenschap, wijsheid. Oh ja, dat ook. En ja, het is afgelopen 10 jaar al heel rap gegaan wat betreft de kankeronderzoeken en zeker borstkanker. Dus ja, dat is ook weer zo, ja. Toch? Absoluut, ja. Dat is inderdaad een hele mooie. Maar verder naar een extra vrolijke noot. Namelijk dat we een winnaar hebben getrokken. Of ja, we hebben een winnaar. Een gelukkige winnaar hebben we gekozen. Voor de kleding. Ja. We hebben namelijk iemand gehad die zei dat ze iemand kende die best wel een zware tijd achter de rug had gehad. Namelijk dat ze haar kleintje, haar kindje was verloren. Nou. En toen ook nog eens te horen heeft gekregen dat de man ernstig ziek is. En dan gelukkig ook nog een gezond kindje weer heeft gekregen. Dus een mixed emotions rollercoaster all over. Nou, en dat vonden wij een hele mooie. Ja, om echt even specifiek iemand te kiezen. En die in het zonnetje te en zetten. En die gelukkig te maken. Dus Corine Noordermeer, neem even contact met ons op via Insta. Of via sergioandrené.nl @gmail. niet.nl, want daar kom je op onze YouTube. sergioandrené@gmail.com. Stuur even een berichtje en dan kunnen we eventjes dit gaan regelen. Ja. Dan komt de kleding jullie kant op. En daar weer over gesproken. Ja, daar ook gesproken. Wij zijn dus lekker bezig geweest. Wij hadden al een webshop met wat merchandise van ons. Gebaseerd op ons leven. Dingen die met ons te maken hebben. En nu kwam dit. Om de hoek kijken. En ik werd geïnspireerd om daar ook wat meer dingen op aan te sluiten. Omdat ook heel veel mensen die ons volgen, daar natuurlijk ook weer iemand verkennen of daar zelf kracht uit kunnen halen. Dus dat wil ik jullie even laten zien. Kijk, want we hebben kleding, mokken, zelfs rompertjes, t-shirts, hoodies, en thermoflessen, maar paraplu's. Nee, dat niet. Maar met de designs. Met de designs die ik heb gemaakt, kan je dat gewoon kiezen. En deze vonden we zelf lekker grof en heerlijk zelfspot. Die kale kop kan ik er ook nog wel bij hebben. Ja, en dat kan natuurlijk zijn voor mensen die inderdaad ook kanker hebben. Maar het kan ook zijn voor gewoon de echte haagenezen, hè? Zoals jullie misschien wel in mijn vorige vlog hebben gezien, heb ik een shoot gedaan. Om mijn borsten te herdenken. Ter nagedachtenis van. En daar heb ik een variatie op gemaakt. Even kijken of ik het wat beter kan laten zien. Nou, deze vind ik persoonlijk wel tof. Oké, en een crop top. Een trui. En dan is dit het design. Gewoon een sterke vrouw
vond het zelf een erg tof ding. Maar wat ik ook heb, zijn gewoon motivatie quotes. Daarvan heb ik deze. You only know how strong you are until being strong is your only choice. Guess what? I'm superwoman. Nou, er zijn al veel mensen in ons die ons vloggen, die ons volgen, waar dit zeker van toepassing is. Ja. We hebben... Leuke kleurtjes ook, vind ik. Ja, telefoonhoesjes, truien, tassen. En even kijken, wat hebben we nog meer? I am not my hair. We hebben deze. Die zie je niet zo goed op de foto, maar dit is... zijn Sergio en ik. Ja, en het is allemaal wel een beetje in die trant dat je natuurlijk niet helemaal per se ziet dat wij het zijn, maar gewoon een mooie silhouet van een liefdevol stijl. Dus neem zeker even een kijkje. Je kan in de banner, heb jij een linkje gemaakt, hè, van de merchandise. Dus als je daarop klikt, dan kom je op de website, zie je allemaal leuke designs en dan kan je je eigen item kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. En als jullie wat hebben gekocht, ja, stuur het ons zeker op via de e-mail of via Insta. Want wij zijn super benieuwd hoe het bij jullie staat. Ja. Of wat je gekocht hebt. Ja. Hartstikke leuk. Dus voor nu zeggen wij, vond je dit weer een toffe vlog? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aanzetten, want dan krijg je natuurlijk weer een melding. Als we weer iets nieuws uploaden. Ik kom niet meer uit mijn woning vandaag. Als je abonneren. Ja. En dan zien we je heel graag weer bij de volgende video. En bedankt voor jullie steun. Ciao. Love you.